Hallo. Nou, we hebben weer niet een prachtig setje. Zwart, helemaal van kant. In de cup zitten beleidjes. Deze is ook van Sap. Heel sensueel. De Sap is niet meer Sap wat Sap was. Met allemaal die touwtjes en dingetjes. Maar heel vrouwelijk, heel sensueel. Dus in die cup zitten dus die beleidjes. Waardoor die eigenlijk die pasvorm goed weergeeft. Het probleem alleen bij deze is, ga ik gelijk even verder vertellen, dat deze dus niet eigenlijk geschikt is voor onze amber. En waarom niet, ga ik je even vertellen. Vaak zit het probleem dus in de rug. Deze is dus eigenlijk te wijd. Amber die draagt eigenlijk een hele andere cupmaat. Ga ik even amber even omdraaien. Wat nou het geval is, is eigenlijk heb amber nu op het strakste haakje, op het middelste haakje, dus eigenlijk al een deel van draagcomfort weg. Eigenlijk zou je de BH altijd even op het buitenste haakje moeten dragen. En kijk wat er dan gebeurt. Dus er is veel te veel ruimte. Dus als Amber deze zou aanschaffen, zou ze voor mij niet mogen. Maar goed, die gaat dus helemaal omhoog kruipen. Waardoor dus eigenlijk die boezem dus die zwaartekracht gaat aantrekken. En dus de zwaartekracht op de schouders gaat trekken. Dus eigenlijk niet doen. Koop de goede omvangsmaat altijd op het buitenste haakje. En nooit doen van, oh ik vind hem zo leuk, ondanks dat hij leuk is. Je gaat eigenlijk voor je gezondheid een hele verkeerde BH dragen. En daardoor krijg je ook, als die te wijd is, dan ga je hier dus ook de ruimte in de cup creëren. Dus niet doen, koop de goede omvangsmaat, de goede cup, goed draagcomfort, is het beter voor je gezondheid.